Schaakmat zetten. Dat is het belangrijkste wat er is in het, in het schaken. Dan hebben we de partij gewonnen. Dus uh, ja, het is niet voor niets dat we hier nog eventjes extra aandacht aan gaan besteden. Wederom een, een nieuw wapen. Uh, namelijk het aftrekschaak. Uh, dat is gaan, wat we hier gaan uh, gebruiken. We zien dat de toren naar de koning kijkt. Maar er staat nog een loper tussen. Dus die loper staat in de weg. Dat zagen we in de vorige les ook. Dat er een stuk in de weg stond. Die wilden we graag weg hebben. En uh, ja, dat, dat kan uh, erg nuttig zijn. Zeker ook in dit geval. Want als. Deze loper weg gaat, dan vallen we met de toren de koning aan. Um, ja, dat is aardig, maar dan heb je nog niks, want we zien dat de koning op dit moment uh, omhoog kan gaan en opzij. Dus als ik nou met die loper uh, naar achteren ga, dit is een idee, dan kan ik met de koning nog steeds vluchten door uh, opzij te gaan. is dus Geen mat, wel schaak gezet, maar uh, ja, aan één schaakje heb je in principe niet zo heel veel. Um, we willen voor schaakmat gaan. Nou, dat kan door de loper op zo'n manier weg te zetten dat we dat uh, veldje uh, van de koning uh, rechts opzij ook afnemen. Dus stel nou dat we de loper hier neerzetten, dan vallen we dus met de toren nog steeds de koning aan. En wat we ook voor elkaar hebben gekregen is dat de koning niet meer opzij kan gaan, want daar staat de witte loper. Dus dit veld daar mag de koning niet meer heen en dit veld ook niet, want de toren valt de koning aan. Ja, er zullen ook mensen misschien denken van ja, dit is een beetje een domme zet, die loper daar neerzetten, want het paard kijkt naar de loper. Ja, dat is wel zo, maar zwart heeft helemaal geen tijd om die loper te slaan, want hij staat schaak. En schaak moet natuurlijk uh, als eerste worden opgegeven. En als dat niet kan, wat hier het geval is, dan is het uh, schaakmat. Uh, dus uh, schaakmat door een aftrekschaak noemen we dat. Kijk even naar voorbeeld 2. Um, ook hier zien we dat de toren naar de koning kijkt, maar er staat een loper tussen. Nou, we kunnen dan de loper weer weghalen met een aanval op de koning. Maar we moeten dat wel weer op een slimme manier doen. Um, stel nu dat ik die loper. Moment, ik moet toch nog even kijken naar de computer. Zo. Ja, duurde even. Um, nu zetten we de koning Schaak. Maar het is geen schaakmat. Want wat kan zwaar doen? Die kan met de toren de andere toren slaan. Dat is natuurlijk ook nog een manier van schaak opheffen. Dat hebben we geleerd. Um, ja, zijn we niet blij met wit. We zijn de toren kwijtgeraakt. En we hebben geen mat gezet. Nou, wat moet je doen? Je ziet dat die witte toren op dit moment wordt aangevallen. Um, en je kan dat heel makkelijk. Of, nou, makkelijk. Uh, je kan dat oplossen door met de loper één vakje naar achteren te gaan. Want op deze wijze uh, heeft... Dus uh, zwart niet de mogelijkheid om jouw toren te slaan, maar wat je wel doet is de koning schaak zetten. In dit geval is het niet alleen schaak, maar schaakmat, want de koning kan niet ontsnappen. Er staan hier uh, een toren en een pion in de weg. Nou, voorbeeld 3. Uh, ook hier ligt het voor de hand om de loper weg te spelen, want daardoor kunnen we met de toren de koning schaak zetten. Maar doen we dat door de loper naar achteren te spelen op een van die rode velden, dan kan zwart de toren tussen plaatsen. Um, ik laat het nog even zien. Op deze manier kan dat. Uh, wat is dan beter? Uh, om, uh, beter is om schaak te zetten op zo'n manier dat die toren er niet tussen kan. En er is maar één zet uh, waarmee je dat voor elkaar kan krijgen: dus door de loper naar dat groene veld te spelen. Want op deze wijze uh, zet je er iets tussen en de toren mag natuurlijk niet over de loper heen springen. Koning staat wel schaak, kan niet ontsnappen, dus het is uh, schaakmat. Dat is waar deze les om gaat. Schaakmat zetten door aftrekschak, uh, zet hem weer op.